bij Mastery Creations. En in deze video een nieuw design en super blij met dit design. Het is namelijk speciaal voor de feestdagen. Het is een adventkalender. Deze adventkalender is super simpel om te maken. Hij bestaat uit allemaal driehoekjes. En deze driehoekjes zijn allemaal in elkaar gevouwen tot één grote driehoek. En al deze driehoekjes die kun je vervolgens openmaken. En nog een keer openmaken. Om er een klein cadeautje in te stoppen voor degene voor wie je deze adventkalender maakt. Dit design is te koop op Master the Creations, maar natuurlijk gratis voor mijn leden. Wil je ook lid worden? Kijk dan in de descriptie beneden. Deze video ga ik als eerste maken met een voice-over, dus laat me even weten of je dat prettiger vindt dan de andere manier waarop we normaal gesproken video's maken, namelijk met camera aan en het gesprek er gewoon bij. Dus laat me dat eventjes weten en hopelijk vind je dit een leuk design. Dus blijf kijken! Nou, we beginnen dus met het snijden van alle driehoekjes. Daarvoor plaats ik het karton op mijn mat. En ik gebruik hier action karton van 15 bij 21 centimeter. Je kunt ook groter karton of andere maat karton gebruiken. Maar let op, want de doosjes hebben een beetje onhandig formaat. Mijn mat plakt niet meer zo goed. Dus ik gebruik plakband om mijn papier even goed vast te plakken aan mijn mat. Je kan ook transferfolie op je kop gebruiken natuurlijk met de plakkende kant omhoog. Maar helaas is die al een poosje op, dus ik moet echt eventjes nieuwe halen. Dus vandaar plakband om het papier of het karton even goed aan de mat vast te plaatsen. Als ik dat heb gedaan, kunnen we naar de machine toe gaan om vervolgens de instellingen van de machine te gaan bekijken. Nou, in de machine zelf haal ik eerst het design op. Ik heb hem opgeslagen al op machine, dus ik kies voor opgeslagen designs en ik pakken. Ik heb twee designs neergezet, zodat ik makkelijk twee doosjes in één keer kan snijden. Gezien we ook op dit moment 25 doosjes moeten gaan snijden, is dat wel aan te raden om twee doosjes tegelijkertijd te snijden. Of misschien drie als je het voor elkaar krijgt om het op de mat te puzzelen. Ik scan even de mat in, zodat ik weet waar mijn papier op mijn mat staat. En als ik dat heb gedaan, ga ik even controleren of de designs wel op de juiste plaats zijn. Via bewerken kan ik ze natuurlijk even een klein stukje verplaatsen, zodat ze op de juiste plaats staan, zodat ze niet buiten het papier vallen. Deze doosjes passen redelijk goed uit de 15x21 karton, maar ja, mocht je wat zuiniger willen zijn, je kan natuurlijk die 30x30 bladen gebruiken en dan zou je volgens mij drie doosjes in één keer kunnen snijden. Dat scheelt natuurlijk wel in tijd, want dan moet je minder vaak die mat eruit halen, opnieuw scannen en dergelijke. Maar ik had genoeg van dit karton, dus ik heb besloten om het op deze manier te doen. Bij het snijden, let op dat het bij mij in deze machine op de autosnijden dus aanstaan. En half snijden moet uitstaan. Dus let op, half snijden uit. Ik heb de snijdruk en dergelijke allemaal op auto staan. En als we daarmee tevreden zijn, kunnen we op start drukken om vervolgens de doosjes te gaan snijden. Ik gebruik trouwens het zwarte mes hiervoor. Dat is mijn speciale mes om karton mee te snijden. Ik ben helemaal happy, dus ik druk hier op snijden en dan gaat de machine versneld afgespeeld even het design uitsnijden. Nogmaals, dit moet je dus 25 keer herhalen, want je hebt 25 van die doosjes nodig. Dus geduld is een schone zaak. Het kost ongeveer 3 minuten per doosje om uit te snijden, afhankelijk van je instellingen. En vervolgens is hij klaar met snijden en dan is dit het resultaat wat eruit komt zetten. Een patroontje van een doosje. En nogmaals, ik heb er dus twee gemaakt in één keer. Nou, dit moet je dus herhalen zodat je er genoeg hebt om te gaan doen. Ik snij ook nog uit vinyl de cijfers uit. Deze zitten in het design erbij. Mocht je ze niet gebruiken, je kan natuurlijk ook altijd met de pen nog de cijfers erop zetten. Maar ik heb het uit vinyl gedaan. Nu laat ik dus even zien hoe ik de doosjes heb gevouwen. Ik heb hier al een hele stapel met liggen en dit is het resultaat wat er ongeveer uit moet gaan komen. Om te vouwen beginnen we eerst met de buitenlijnen. Eerst beginnen we met het flapje. Vervolgens vouw je de drie vlakken van het driehoek. Het zijn natuurlijk twee vouwen van daar. Dan de zijkanten. Je hebt dus een buitenkant zonder hapjes eruit en een binnenkant waar hapjes eruit zitten. Let op zometeen bij het vouwen dat dus die hapjes jouw voorkant zijn. Aan die twee
tapjes zit er nog een zijtapje, zodat het vouwen beter gaat en het vastzetten zometeen met de lijm ook beter gaat. Dus deze flapjes zitten ook aan de andere kant. Dus ook die vouw je naar binnen toe. En aan de andere kant ook nog eventjes. En dan vervolgens hebben we alle hoeken gevouwen. Dan kunnen we met lijm, en ik gebruik hier de Action Roll lijm zonder dat die vloeibare lijm, want vloeibare lijm zit bij mij alles. Ik doe op die grote zijtap doe ik als eerste lijm. Dan let op dat je dus de lijm niet aan die halve kanten doet, maar aan waar de hele dichte kant zit. En daar de tapjes ga je lijm op smeren. Dat doe je dus aan allebei de kanten, dus links en rechts. En ik gebruik dus geen lijm op de kant waar de halve rondjes in zitten. Dus ik gebruik alleen de lijm op de tapjes die hele driehoeken zijn. Vervolgens vouw ik die tapjes naar binnen en plaats ik die met de lijmkant tegen de binnenkant van het doosje. Dat doe ik ook met die andere. En dit is een beetje fiemelen, want dit is altijd een beetje proberen niet alles al vast te plakken terwijl het moet. Maar je duwt hem helemaal in dat hoekje. En tegelijkertijd hou je de bovenkant van je driehoek in de gaten, want die moet aan de bovenkant van de andere kant komen geplakt te worden. Het is een beetje lastig uitleggen, maar uiteindelijk krijg je een soort kokertje en daarvan moet je zorgen dat de binnenkant dus helemaal goed vast zit. Dat is dan de achterkant en dan kun je de twee flapjes waar de halve maandjes uit zijn dichtvouwen. Het maakt niet uit of je links of rechts over links doet. Het is maar net hoe die goed sluit. Persoonlijk heb ik ontdekt dat soms één doosje beter links over rechts sluit en rechts over links sluit als de andere. Dus speel er even mee hoe die het mooiste dicht blijft zitten. Want ze willen soms nog wel eens uit zichzelf openvloepen. Nou, doen we nog een keertje, want dat is best ingewikkeld. Ik vouw dus als dit, in dit geval allebei de randen van de driehoek en het tapje. Ik vouw de vleugeltjes, in dit geval degene met de halve maandjes eruit. Daar zit een tapje, die moet je ook vouwen. Die vouw je allemaal naar de binnenkant toe. Aan de andere kant ook de tapjes en de tapjes. En ik vergeet volgens mij hier de driehoeken naar binnen te vouwen. Ja, ik vergeet hier de driehoeken naar binnen te vouwen. Let op dat je dat dus wel ook nog doet. Je ziet het zo meteen dat ik het al doe terwijl ik het doosje in elkaar vouw. Maar het is wel handig om alle vouwlijnen even een keertje te doorlopen. Nogmaals, lijm op de grote tap en op de driehoeken waar niet een hapje uit is. Dus dan vervolgens plak ik die naar binnen toe. En hier ontdek ik dat ik dus die ene lijn niet heb gevouwen. Dus ik vouw hem zo meteen nog even met de hand een klein beetje door, zodat hij toch beter doorgevouwen is. Oh, dat was de camera. Oh, kijk, hier zie ik dus dat ik die vouwlijn ben vergeten. Dus ik doe dat alsnog eventjes hier. Dan duw ik die onderkant naar binnen toe. Buiten camera, sorry hiervoor. Je moet je echt even focussen op wat je aan het doen bent. Dus vandaar dat ik soms het naar mezelf toetrek. Om vervolgens het dicht op mijn snuffer te kijken. Belangrijk in ieder geval is niet te vergeten om de binnenkant nog even goed aan te duwen. Zodat hij goed vast zit. En vervolgens kun je dus die flapjes weer naar binnen toe vouwen. Dus nogmaals, links over rechts of rechts over links maakt niet zoveel uit. Zolang je maar happy bent dat hij goed dicht valt. Ik ontdek hier dat ik hem inderdaad nog niet helemaal lekker had gevouwen. Dus ik vouw hem nog een klein beetje extra bij. Dat kan natuurlijk altijd in de vouwlijnen. Kun je altijd een beetje aanscherpen door nog wat extra aan te duwen. Nou, als we dit alle driehoekjes hebben gevouwen, kunnen we de mooie grote driehoek ervan maken. En dat gaan we zo meteen bekijken. En voilà, de driehoek is compleet. En dat doen we dus heel veel voor alle designs. Oké. Ik heb dus al die driehoeken gedaan en dan gaan we ze allemaal aan elkaar plakken. Ik heb hier de onderste rij al gedaan en ik laat je zien hoe ik de rij erbovenop doe. Ik hou daarbij in de gaten dat de driehoekjes waar een halve rondje aan de lange kant zit, naar beneden is. Dus die ga ik daarop plaatsen en die komt ernaast te zitten. Dus ik begin met lijm op de onderkant van het doosje te plakken waar die op komt te zitten. Nogmaals, ook hier geldt, het maakt niet uit waar je de lijm precies doet. Je kan hem op de onderkant van de driehoek doen.
Ik let even op dat het wel het halve maandje dus naar beneden zit. En ik plaats mijn driehoekje erop. Zo. En dan kunnen we hetzelfde doen met de volgende. Let op, driehoekje of dit halve maandje waar dat eruit zit, plaats ik dus steeds naar de onderkant toe. Op het moment dat de driehoekjes omhoog wijzen, om het maar zo te zeggen. In dit geval plak ik dus de lijm aan de onderkant van mijn driehoekje die ik moet gaan plakken. Belangrijk is in ieder geval dat je genoeg lijm erop doet dat hij goed blijft vastzitten. Zo, en dan kan ik het volgende doosje daar tussenin plaatsen. En hier, let op, is het halve maandje aan de bovenkant. Dus vervolgens kan ik nu lijm aan beide zijkanten van dit doosje doen. Dit is wel een beetje lastig, vind ik, met deze lijmroller. Is dat je een beetje kracht moet zetten. En je driehoekje, het doosje een beetje in elkaar duwt, helaas. Maar jullie weten natuurlijk veel een betere manier hiervoor dan ik. Ik heb lijm en ik gaan over het algemeen niet zo goed samen. Dus nogmaals, ik doe lekker veel lijm erop. Beter te veel lijm als te weinig in dit geval. En ik let weer even op dat mijn driehoekje aan de bovenkant zit. Het uithapinkje. En dat mijn openvouwkantje, dus waar je hem openvouwt, aan de voorkant komt te zitten. Zo, en dan herhalen we dit totdat de driehoek helemaal compleet is. En dan komt hij er ongeveer zo uit te zien. Als je alle driehoekjes aan elkaar hebt geplakt. We gaan hem zo meteen nog verstevigen, maar voor nu laat ik hem even zo. Want het is voor mij tijd geworden om de cijfers erop te plaatsen. Zoals ik al helemaal in het begin zei, ik gebruik hier vinyl voor. De vinylbestand staat ook in het design bijgeleverd. Heb je geen vinyl, kun je dat natuurlijk ook gewoon met een pen of een mooie fine marker erop schrijven. Ik gebruik hiervoor gewoon de cijfertjes. En ik gebruikte de willekeurige volgorde van cijfers. Ik plak hier de 1 bovenaan, maar als je van 1 december tot 25 december werkt, is het handiger om de 25 bovenaan te doen. Daar had ik eigenlijk niet over nagedacht, maar jullie natuurlijk wel. Verder heb ik alle cijfers in random volgorde gewoon op de doosjes geplakt. Ik gebruik hier geen transferfolie, want mijn transferfolie was op. Maar ja, persoonlijk is het natuurlijk wel makkelijker om transferfolie te gaan gebruiken om alle cijfers over te brengen van het vinyl naar jouw design of naar jouw doosjes. Nou, zo ga ik dus allemaal doen. Als alles erop zit, gaan we het driehoek ook nog verstevigen met deze 3 strips. Deze 3 strips moet je uitsnijden uit karton. En hoe dikker je karton hier is, hoe beter. Maar let op, er moet wel gevouwen worden. Dus je hebt hier 3 of 2 tapjes die je om moet vouwen om vervolgens het design op te doen. De onderste beginnen we mee, want die gaat aan de zijkanten omhoog om het driehoekjes aan de zijkant te vouwen. En mijn tip hierbij is, en dat doe ik hier niet, maar gebruik hier heel veel en goed lijm. Dit is namelijk hoe jouw driehoeken bij elkaar gehouden moet worden. En ik gebruik hier veel te weinig lijm, waardoor ik later merk dat mijn driehoek niet heel erg stevig is. Dus mijn advies is, gebruik hier echt goed veel lijm, zodat het super stevig zit. En vergeet niet lijm op de tapjes aan de zijkanten te doen, zodat degene wat je om de driehoek omvouwt ook goed vast zit. Heb je de lijm erop zitten, dan leg je dus jouw driehoek of zet je jouw driehoek daarop. En dan is de bedoeling dat de vouwlijnen dus precies op de zijkanten van die driehoekjes komen. Ik vond het wel een beetje lastig, een beetje tricky om dit goed voor elkaar te doen, want je moet het design ook een beetje in elkaar duwen, zodat alle doosjes goed bij elkaar komen. Dus ik besluit hier het andersom te doen. Ik zet mijn driehoek erop. En ik duw mijn driehoek tegelijkertijd een beetje in elkaar. Zodat die alle doosjes goed bij elkaar komen. Hij heeft een beetje een neiging om uit elkaar te komen. Ik vouw de tapjes vervolgens om. Zodat die aan de onderkant om de driehoek heen zitten. En hier merk ik al eigenlijk dat ik te weinig lijm heb gedaan. Dus ik adviseer je goed veel lijm. Zodat dit goed aan elkaar hecht. Want hiermee hou je je driehoek op zijn plaats, zodat die lekker stevig wordt. Nou, we kunnen vervolgens de tapjes aan de zijkant doen. En ik maak hier een klein foutje. Is de onderste tap gaat aan de onderkant omheen. En de bovenste tap, die vouw ik hier naar binnen. Maar bij de allereerste vouw je die niet naar binnen, maar vouw je die om de driehoek heen. Dat is het mooiste resultaat. Dus de eerste tap die je links of rechts doet, maakt niet zoveel uit,
vouw je aan allebei de kanten eromheen. Hetzelfde als wat je aan de onderkant hebt gedaan. En nogmaals, ook hier weer, gebruik genoeg lijm. En vouw dus niet deze binnenkant naar binnen, wat ik hier doe. Maar doe het hetzelfde als de onderkant. Gebruik allebei die flapjes om de driehoeken heen te vouwen. Ook hier weer zijkanten, ook goed lijm. Mijn lijmroller heeft er een beetje moeite mee vandaag. Dus vandaar dat ik een beetje loop te prutsen met de lijmroller. Die van de Action zijn super goedkoop, maar kwaliteit is het ook niet helemaal. Dus wil je wat kwalitatief beter, kijk dan naar wat duurdere merken, gewoon van de hobbywinkel. Zeker de moeite waard. Mijn is ondertussen op, dus ik moet even een andere pakken. Zodat ik verder kan met lijm. Nou, ik heb dus alle lijm erop zitten. Die vouw je dus niet naar binnen, maar vouw je om die bovenste driehoek heen. En de onderste vouw je ook om de driehoek heen. Dus eigenlijk hetzelfde als wat we bij de onderkant hebben gedaan. Hier nogmaals, druk de hele boel dicht tegen elkaar aan en duw het dan er tegenaan. En dan zie je dus dat je driehoek netjes begint te vormen. En nogmaals, vergeet het flapje dus niet om het bovenste driehoekje heen te doen, wat ik hier dus niet doe. Je ziet ook al dat hij echt wat steviger begint te worden. Nou, nu de allerlaatste. En hier vouw je die tab wel naar binnen zoals ik dit doe. Waarom? Dan krijg je een mooie punt bovenin waarin je niet ziet dat flappen over elkaar heen zijn gevouwen. Dus dat geeft het mooiste resultaat in dit design. Nogmaals, goed veel lijn. Beter te veel als te weinig. Nogmaals, ik gebruik zelfs eigenlijk te weinig hier. Ik had beter het hele oppervlakte kunnen bedekken hiermee met deze lijm. Dan heb ik uiteindelijk genoeg lijm erop zitten, zodat ik ook deze vast kan plakken. Nogmaals, let op, de onderkant gaat dus om het onderste driehoekje. En die omgevouwen punt gaat naar boven toe. Makkelijkste is van onder naar boven te werken, net als aan de andere kant. Vouw de onderkant om het onderste driehoek en duw hem vervolgens vast, zodat hij mooi aansluit aan de bovenkant. Helemaal goed aanduwen alles, zodat alles goed stevig vast zit. Nogmaals, meer lijm gebruiken als dat ik doe. Want je ziet hier echt duidelijk dat ik een beetje moeite heb met het vastkrijgen van alles. Ik ben zelfs lijm vergeten aan de onderkant van dit tapje te doen. Nogmaals, wat je hier dus ziet is de onderkant van mijn driehoek. Dus daarin hebben we twee van die omgevouwen tapjes zitten. En als je het goed hebt gedaan, heb je nergens anders omgevouwen tapjes zichtbaar. Ik plak hem nog even vast en dan hebben we hier het resultaat. Nogmaals even, hier laat ik ook zien, ik heb één driehoekje die weigert uit zichzelf dicht te zitten. In dit geval had ik hem beter andersom kunnen vouwen, want dan bleef hij wel dicht zitten. Dus voordat je de cijfertjes erop zet, controleer even goed of alle driehoekjes dicht blijven zitten. En ik plak hier de onderkant nog even een keer goed vast, want die zit niet goed vast. En dan hebben we het resultaat. Ik ben super trots op dit design. Hij is te koop bij Master The Creations. Natuurlijk gratis voor al mijn leden. Mocht er vragen zijn, laat het dan weten. Hopelijk was dit een leuk filmpje. Laat me weten of jullie het voice-over fijn vinden of niet. En natuurlijk weer tot gauw. Doei doei!